Dit programma is mede mogelijk gemaakt door New Energy Systems en De Maassen. Wout Poels heeft de bolletjestrui. Wout Poels wint ook de strijdlust, de combativiteit vandaag. En we hebben een nieuw doel voor Parijs. De bolletjestrui naar de Champs-Élysées brengen, Gert. Woutje Poels in. Vanaf de start was Wout Poels al in de attack. Pakte vele punten voor de bergtrui, rijdt in de bolletrui. Ja, nu moet hij wel naar Parijs, hè Wout? Ja, daar houden we je aan. Maurice Jess heeft het allemaal zien gebeuren, zag hem over de top komen en rijdt nu heel erg hard de Colombière af om dadelijk bij ons in de uitzending te komen met mooie gasten. Want we weten dat de consul van Frankrijk hier is. Twee decennia lang was hij dat, Camille Oostwegel. Dit weekend voor het eerst consul af en hij komt recupereren, hij komt herstellen hier bij ons om te praten over de cultuur van het fietsen in Frankrijk en waarom wij daar zo van houden. En Manon Colson, die schreef het handboek voor de Tour de France samen met Michael Bogert. Maar afgelopen jaar maakten ze vooral furoren met de documentaire reeks Voetbaldroom. Over sportende kinderen is de illusie van het voetbal hetzelfde misschien als de illusie van het wielrennen. Daar gaan we vandaag over hebben. Hier in dit prachtige kasteelpark, zoals u ziet, in Borgen, waar het misschien gaat regenen. Dus we gaan naar binnen. Vol op het gas, laat alles maar los. Laat alle klokken maar luiden. Daar is hij weg, daar is het echt. Kijk nou, dat doet hij gewoon. Over de heuvels, dwars door het bos. Zo doen we daar in het zuiden. Voor die verreden, de zon op de knieën. Huur geef vandaag van die Sittard-Geulen. Nou, van harte welkom dus vanuit het kasteelpark in Born, waar we hier in een mooi gerestaureerde complex zitten. En buiten zag u het oude kasteel van Born uit de 12e eeuw. En hieromheen vindt u allemaal dieren. Geweldig complex. En we zijn ook heel blij dat het met de versoepelingen van corona sinds eind juni ook weer gewoon open is voor bezoek. Zeker aan te bevelen dus in de gemeente Sittard-Geulen. Het kasteelpark, daar moet u zijn, vindt u ook deze wasbeer. Goed, we gaan vandaag natuurlijk praten over Woutje Poels en die mooie bergtrui. En meteen weer het nieuwe doel dat we hebben voor Parijs. Want dat was toch een beetje uit zicht geraakt. Omdat Pogacar, Gert, zo'n klap uitdeelt vandaag. Die is klaar. Die heeft gewonnen. Ja, ik heb het eigenlijk nog nooit gezien. Deze mannen die brengen ook wel iets nieuws in het wielrennen. Want ja, ik ben eigenlijk alleen maar gewend een ploeg die op kop rijdt en dan wachten. Op de laatste call, 5 kilometer nog even wachten. 3 kilometer nog even wachten. Misschien op 2 kilometer een aanval plaatsen. En Pogacar, ja jongen, hij gaat er 40 kilometer voor de meet. Rijdt hij erbij weg. Kopgroep weg van 5 minuten. Hij haalt al die mannen in. En de klassementsmannen, die staan al op. Die staan mijlenver weg, hè? De goede mannen staan al op. Meer dan 5 minuten. Ja, en Thomas en Roglic inderdaad net voor de bus uiteindelijk over de eindstreep. We gaan kijken naar de samenvatting van vandaag van Frank Monen. Wordt dit de dag van Wout Poels? Hij gaat in de aanval. De Limburger voelt zich goed. Krijgt Gegenhardt, de winnaar van de Giro, met zich mee. Maar er zijn nog meer sterke mannen in deze etappe die het proberen. Een aantal calls en bergetappen. Kortom, het is zwaar. Zeker voor deze man, Mathieu van der Poel. Kan hij het geel behouden? Even later weer een aanval van Poels. Nu krijgt hij wel een gaatje. Barre omstandigheden. Het regent. 16 graden. Maar dat ligt de Limburger wel. Roglic, die heeft het weer moeilijk. Moet het peloton al laten gaan. Arme Sloveen. Dit zijn dan de achtervolgers op Poels. Met sterke mannen. Quintana, Martin, Valverde,
Woods zit erbij. Kortom, daar kan Poels eigenlijk niet tegenop. Wordt dan teruggepakt. Maar bij de beklimming van de Mont Sassonnet gaat hij weer in de aanval. En dan pakt hij punten voor het bergklassement. En dan weet hij dat hij morgen de bolletjestrui mag dragen. En dit is het moment waarop Van der Poel moet passen. Het einde van het sprookje van de Nederlander. Vooraan Michael Woods. Dat is de eenzame koploper in deze etappe. En dan een tegenaanval van Pogacar. Die krijgt alleen Carapaz met zich mee in het peloton. De Sloveen is oersterk. Woods weet dan dat hij 4 minuten voor ligt. Maar wat is dat? Want we krijgen nog een beklimming. Van Aert vecht voor het geel. Weet dat hij het niet gaat redden. Woods krijgt vooraan dan steun van Dylan Teuns, de Belg. En Dylan Teuns gaat als eerste over de laatste beklimming, de Colombière. En moet er nog 15 kilometer dalen. En Pogacar, die komt dichter en dichterbij. En Teuns moet risico nemen. Daar is een... Oh, dat gaat maar net goed in deze bocht. Maar hij redt het en hij wint voor de tweede keer een toeretappe. Dylan Teuns, de Belg. Mooi gedaan van hem. Maar het is toch deze man die een slag slaat in deze Tour Pogacar en de rest op minuten zet. En als hij doet, dan doet hij het goed, Dylan Teuns. Want de laatste keer dat hij won was op de Planche de Belleville. Dat is ook een fantastisch mooie etappe. Dus, groot feest daar. Groot feest ook natuurlijk bij de ploeg van Pogacar, want die weet, nu is het eigenlijk binnen. We kunnen kijken naar de uitslag van de rit. En dan kan ik je ook nog melden dat, zoals gezegd, Izagirre, de man van Jana Seel, werd vandaag tweede uit de ploeg van Jana Seel, kan ik het beter zo zeggen. Pogacar is vierde, Poels als vijfde, Simon Yates klikt daar nog aan. En Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma ging nog onderuit, maar herstelt zich prima als tiende. Dit is het algemeen klassement van nu. Pogacar dus, Wout van Aert op 1,48 toch. Lutsenko inderdaad van die ploeg ook Astana op 4,38. En Rigoberto Urán lijkt toch echt wel degene die Pogacar nog goed in de gaten moet houden. Kelderman op de zevende plek op 5,13. Nou ja, goed, en dan weten we dat de grote mannen van Jumbo-Visma eigenlijk daarachter zitten. En dat het toch steeds moeilijker en moeilijker wordt. En ga ik aan Manon Coulson vragen. We hebben vandaag gezien dat Mathieu van der Poel ook gewoon is. Ja. Zoals jij en ik. Ja, gewoon mens. Het is gewoon een mens. Van de ene kant een opluchting. Want het zou wat zijn als hij vandaag nog het geel had gehouden. Daar hoopte ik natuurlijk wel een beetje op. En ik denk met mij velen. Want hij heeft natuurlijk afgelopen week al buitenaardse dingen laten zien. Maar hij blijkt dus gewoon van vlees en bloed te zijn. En het gewoon niet te kunnen volgen. En het interview na de finish. Ja, je trekt die zijn truitje over de gele trui heel symbolisch aan. Het is klaar. Na de finish was hij ook echt, nou ja, zo getekend zie je maar zelden. Normaal is hij ook altijd de frisheid zelf. Maar er kwam maar één man van de maan vandaag en dat was Pogacar. Ja. Verwacht je dat hij uitstapt op de rustdag van de Poel? Ik zou het wel doen als ik hem was. Want wat heeft hij nog te winnen? Hij heeft zo'n fantastische week achter de rug. Volgens mij noemen ze hem in Frankrijk al Mathieu van der Poupou, naar zijn opa. Hij is daar ook een nationale held geworden. Ja, die bergen die zijn het niet voor hem. Morgen wordt ook al lastig, denk ik, na 10 jaar. Ik zou lekker de focus op Tokio doen en jezelf helemaal onsterfelijk maken. Als je daar ook nog eens goud wint op de maand. Ja, daarom is het fijn dat Camille Oostwegel hier aan tafel zit. Hè, want u heeft natuurlijk het vingerspitsengevoel, laten we het maar zo maar zeggen, voor de Franse samenleving. Hoe leeft het daar met Mathieu van der Poel als kleinzoon inderdaad van Poupou, die eigenlijk nooit geel droeg? Ja, zoals Manon net al zei, hij is daar ook langzaam maar zeker een held aan het worden. Hè. Het is mij altijd wel opgevallen dat de Fransen ook buitenlandse wielrenners omarmen. Ik weet nog heel goed, toen Jan Jansen de Tour won, toen lagen wij met mijn broers en vrienden op het strand in Juan-le-Pin, met een kleine transistorradio te luisteren. Naar Theo Komen, geloof ik, was dat toen. En toen Jan Jansen de Tour won, nou, dat was feest. We hebben de hele vakantie feest gevierd. Maar die werd ook omarmd door de Fransen. En dat had hij een Franse ploeg reed toen. Ja, maar dat was ook later met zoete melk. Hè? Want die noemden ze in Frankrijk zoete melk. En dat was ook een soort held, een Franse held. Het is wel opmerkelijk dat het lang geleden is, geloof ik, dat een Fransman de Tour gewonnen heeft. Hè? Ja, dat zijn, volgens mij hadden ze nu wel ook wel een beetje de pijlen wel gericht op Alaphilippe. Ah, dat is natuurlijk ook wel 2 jaar terug, zagen wij hem in de Tour. Ook in de bergen gewoon supergoed doorkomen.
Ja, en vandaag kreeg hij ook enorm veel tijd aan de broek. Dus dat gaat met Frankrijk dit jaar ook. De Tour, de winnaar zit er even niet in. De druk als Franse renner, als je het goed doet in het klassement, dan is de druk immens. Dat is bijna verlammend. Lijkt met Pinot eigenlijk. Je kan geen stap doen. Het is meteen Cosnefroid, vorig jaar was hij heel goed. En nu zie je hem eigenlijk ook niet meer in beeld. Want die jongens krijgen zoveel over zich heen. Mm-hmm. Dat is gewoon om eng van te worden. Want het is hun ronde uiteraard. Ja. Hè? Dan kunnen ze Mathieu nog zo mooi vinden. Ja. Maar het liefst toch. Het is een beetje zoals een Engelse tennisser op Wimbledon. Maar goed, dat is Andy Murray natuurlijk laatst ook nog eens gelukt. Dus het kan wel nog. We kunnen het vragen aan Maurice Jesse. Die heeft alles meegekregen vandaag. Is heel hard vanaf de berg naar beneden gereden. Gelukkig in goede gezondheid. Maurice, zie ik je daar wel staan. Dat is goed om te zien. In die moeilijke, regenachtige omstandigheden. Ook. Hoe was het met Wout? Ja, met Wout was het prima, want die zagen we geweldig naar boven komen. Wout Poels, de eerste aanvaller van de dag en dan overal die punten pakken. Het was ook echt een plan van hem. Een paar dagen geleden sprak ik hem nog en toen zei hij ook van ja, wacht maar, als de bergen komen, ik ben goed in vorm, het zit prima, daar gaan jullie nog iets van mij zien. En hij heeft woord gehouden. Ja, en dan die andere, hè? Die Sloveen, die heeft ook woord gehouden. Hij was vanochtend nog een beetje voorzichtig. Ik ga het aankijken. En het weer, waar iedereen toch een beetje bang voor was, die regen, dan de Alpen inrijden, dat vond hij alleen maar lekker. Hij had zin om te gaan koersen. En hoe deed hij dat, Pogacar? Echt, hij pakte ze allemaal één voor één op. En heeft er nu uiteindelijk de gele trui. Pogacar, na afloop van deze rit. It was super, super hard for everyone. And in the end, I felt good in this weather. Feels great, and I just decided before the last three climbs, I said to my teammates, let's try to break the race, and we did it. Ja, laten we maar eens proberen, zei inderdaad Pogacar. Maar goed. Het is bijna niet meer voor te stellen dat hij die Tour nog verliest als hij gewoon in het zadel blijft zitten. Maar goed, voor jou, verhaal voor ons is natuurlijk vandaag toch Wout Poels met zijn bolle trui, de maillot à pois. En we hopen dat Poels deze trui nog heel wat dagen aanhoudt. Je zou ineens denken, ja, waarom eigenlijk niet die trui die ooit voor het eerst gedragen werd in 1975 door Joop Zoetemelk. Dat jaar werd gewonnen door Lucien van Impe en vandaag dus gedragen wordt door de man uit Noord-Limburg, uit Blitterswijk. Die ooit natuurlijk ook Luik Bastenaken-Luik won. Dus je weet het nooit hoe ver die kan reiken. Maurice Jesse die voelt dat dan wat beter aan in de koers. Je ziet ook hoe die mannen op de fiets zitten. Maurice, maak maar eens een inschatting. Hoe lang kunnen we op Wout rekenen? Ja, ik hoop het in ieder geval lang, laten we dat vooropstellen. Ja, het is natuurlijk morgen een hele belangrijke dag. Er zijn er ook weer heel veel punten te verdienen. Hij deed dat vandaag ook wel heel erg goed. Daar waar kans is, pakt Poels de punten. Hij was natuurlijk ook al een beetje in het rekenen. Kijkt om zich heen, zag dat daar andere mannen bij zitten die misschien niet voor die punten gaan. Nee, het was echt een vooropgezet plan. Kan hij die bolle trui naar Parijs brengen? Ja, ik ben er volmondig zeker van dat hij dat kan. Dan moet hij het algemeen klassement uit zijn hoofd zetten. Hij staat op dit moment 15e op 8 minuten 51 van de gele trui. Dat moet hij zo laten gaan. En hij moet dan steeds in de etappes, in het begin van de etappes, zorgen dat hij op die kolletjes erbij zit. En daar dan de maximale punten gaat halen. Dat betekent wel dat hij misschien hier en daar een ritzegen uit zijn hoofd moet zetten. En dan zou het hoofddoel zeer zeker kunnen zijn de bollen naar Parijs brengen. En dat zou toch wel fantastisch zijn voor onze Limburger Wout Poels. Ja, schitterend inderdaad. Met die bollentrui die is ooit vernoemd is naar een Franse renner die nog Frans kampioen werd in 38, en 42 en 45. Lemoine heette die. Die reed ook rond in een bolletjestrui. En de directeur van de Tour de France die zei ooit, laten we die bergtrui gewoon de bollentrui gaan noemen in eer uiteindelijk van die Franse renner. Heeft Maurice gelijk, Gert Jacobs? Moet Wout, om die bolletrui uiteindelijk naar de Champs-Élysées te brengen, toch heel tactisch, strategisch gaan koersen? Ja, maar in ieder geval dat klassement, ja, dat moet je gelijk vergeten. Want ja, nou 15e wordt of 10e of 5e, over 2 jaar, dan weet geen hond meer dat jij 5e bent geworden in de Tour de France. Maar iedereen weet nog dat we in Warmenhuizen een café hebben in de bollen geschilderd van Steven Rooks. Iedereen weet nog het gevecht met Gert-Jan Teunissen in de bollentrui. Dat vergeet heel Nederland nooit weer. Dus dat moet Wout goed in zijn
kopprinten. Want gewoon gaan voor de bollentrui, klassement vergeten. En de koers speelt ook Wout in de hand, hè? Want de koers wordt niet meer gelijk vanuit de stad gecontroleerd. Morgen moeten we wel vinden ze in Tienjes, dat is een hele grote berg. Maar in het begin laten ze gewoon mensen in de kopgroep en die laten ze ook vooruitrijden. Pogacar, joh, die denkt, ja, mijn grootste concurrenten die staan in het achterveld op hele grote achterstand. Die gaan er niet achteraan rijden. Maar er zijn heel veel punten te halen in het begin van zo'n etappe. Nou, Wout moet meespringen, die punten in de zak steken en dan gaat dat helemaal goed komen. Ja, het is ook de manier waarop bijvoorbeeld Vironk het altijd deed. Hè? Snel, goed puntjes binnenhalen, sprokkelen. Maar dan denk je dat als we kijken naar Poels, dat het ook fijn is om gewoon zelf een keer wat te winnen. Want hij heeft natuurlijk altijd geknecht, bijvoorbeeld voor Froome. Superveel succes mee gehad, maar ja, je gaat dan toch als knecht mee over de streep. Ja. Nu zou het zelf kunnen. Ja, nee, en dan is zo'n trui eigenlijk ideaal. Hè? Dan kan je inderdaad je momenten zelf uitkiezen. Je hoeft niet voor die eindwinst te gaan. Ja, nee. Die druk heeft hij dan niet. Want dat vindt hij volgens mij dan toch. Dat zit hem af en toe wel in de weg, heb ik het idee. We hadden het er net over. In Luik-Bastenaken-Luik, toen hij won, regende het ook. Was het echt slecht weer. Dus ik hoop eigenlijk dat het morgen weer slecht weer is. Ik weet niet wat het weerbericht is, in 10 jaar morgen. Maar ja, als hij gewoon daar wat afstand kan nemen. Ja, dan moet hij dat gewoon kunnen volhouden. Bedoel, ja, jongen, we weten toch ook allemaal hoe Woutje bergop. Dat staat toch in ons geheugen gegrift. In de tijd dat hij reed bij Team Sky. Reed hij 3-4 calls op kop. En dan deed hij iedereen pijn. Ja. Ja, nou hoeft hij niet op kop te fietsen. Gewoon meespringen. Ja. En hup, op de top. De puntjes oprapen. En ongetwijfeld wil Jumbo-Visma misschien daarom wel hebben. Ik ga aan Camille Oosthuizen vragen. Zou een goede musketier zijn? Ik denk het wel, ja. Tous pour un pour tous. Hè. Ja. Eén voor allen voor één. Dat hoort natuurlijk ook bij het wielrennen. En zo'n team, denk ik. Hè. Ja, ik vraag het ook natuurlijk, want we hebben mooie foto's tegenkwamen. Ten eerste natuurlijk een fotootje hier, van de mannen van Jumbo-Visma. Die hebben een schaats- en wielerploeg. Nou ja, deze mannen, die kent u. Dat zijn de drie musketiers. Maar kijk, wie hier is als vierde musketier. Hier staat hij, Camille Oosthuizen, inderdaad. Op de plek waar we morgen, geloof ik, de Vrienden van de Avondetappe zien. Op een andere plek. Zijn die op Sint-Gerlach? Nou, goed. Ja. Maar goed, u wel dus als musketier. Ja. Hier, u bent 20 jaar consul geweest van Frankrijk. Ja. Een jaartje langer nog eigenlijk, door alle coronamaatregelen. Mm-hmm. Dit weekend voor het eerst niet meer. Hoe voelt het? Nou, toch al langer. Ik heb vorig jaar op 10 februari afscheid genomen, formeel. Want de leeftijd 70 jaar, dan is het afgelopen. En toen is Hans Meijer mij opgevolgd als de nieuwe consul. Maar ja, door corona konden we elkaar niet natuurlijk voorstellen op een receptie. Mm-hmm. Dus dat is gisteren gebeurd. Eigenlijk de eerste keer weer sinds corona. Ja. Maar ja, ik ben nu geen consul meer. Maar ik heb eigenlijk mijn hele leven lang ben ik met Frankrijk bezig geweest. Dus dat blijf je toch op dezelfde manier doen. Dat zit in je DNA. Alleen niet meer in de formele taak natuurlijk. En Limburg heeft natuurlijk ook heel duidelijk die Bourgondische link. Ja. U heeft een heel groot netwerk. Hè? Bent ook vaak voor wat betreft de Tour de France in actie geweest om daar iets te kunnen regelen of te kunnen helpen voor Limburg. Ja. Veel commotie over natuurlijk deze dagen. Want de provincie Limburg stopt in ieder geval voorlopig met het investeren in die terugkeer van de Tour de France naar Limburg. En het nieuwe college mag dan besluiten of ze dat opnieuw gaan oppakken. Maar dit zijn beelden uit 2017 dus met de gedeputeerden op weg naar de Tour om te kijken of er iets te halen valt voor Limburg. Druk overleg en gespannen gezichten vanmorgen bij de Limburgse delegatie. Met onder andere gedeputeerde Hans Teunissen en Benny Keulen, die veel mensen binnen de Tourorganisatie kent. En het gaat op zijn Frans. Lang wachten, handjes geven, veel voorgesprekjes bovenop het dek en maar wachten op tourbaas Prudhomme. Inzet van de Limburgse delegatie is om te lobbyen om de Tour uiteindelijk naar Limburg te halen. Maar wat voor indruk kreeg u van meneer Prudhomme? Van de Tourorganisatie in algemeenheid kregen we een hele positieve indruk. Ze kennen onze ambities, ze weten dat Limburg op wielergebied zeg maar een soort van mekka is. Het feit dat we goede wielrenners hebben, spreekt ook aan. Ze kennen onze ambities. Het is nu alleen wachten tot ze besluiten om Limburg aan te doen.
but I'm sure they'll be back to the Netherlands very soon. Whether it's Limburg, I don't know. We'll see. What do you think about Limburg? Well, Limburg is a great place for cycling. Again, a place with a wonderful history and heritage, and I'm always happy when I go to Limburg. Ja, dus Brian Cookson dus. En de vraag die we natuurlijk dan kunnen stellen aan de consul, is die persoonlijke relatie, dat netwerk, is dat belangrijk in Frankrijk om het juist op persoonlijke basis oog in oog te kunnen doen? Dat lobby is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè? Je moet wel de contacten leggen en goede promotie maken voor Zuid-Limburg. Anders is het moeilijk om zo'n etappe of een andere manier binnen te halen. Dus als dat niet meer gebeurt, ja. Dan weet ik niet of we de komende jaren weer een etappe krijgen. Nee, maar de vraag die vaak op tafel ligt is van, kunnen we dan niet gewoon een offerte opsturen en bellen of appen of zoomen om te kijken of we het kunnen halen? Nee, zo werkt het niet. In Frankrijk zijn de persoonlijke contacten heel erg belangrijk en ook samen eten, goed eten en drinken. Mm. Want aan tafel dan leer je elkaar beter kennen en dat speelt in Frankrijk een hele belangrijke rol. Dus die persoonlijke contacten die zijn echt primordiaal, zoals ze in Frankrijk noemen. Ja, heel belangrijk. En u heeft er gevoel voor. Dat wisten we al, bijvoorbeeld toen we de Franse feestdag vierden in Zuid-Limburg, 14 juillet. In 1789, bij de bestorming van de Bastille, riep iedereen liberté! Egalité! Fraternité. Vrijheid, broederschap en gelijkheid. Vive la France! Bravo! Ja, mooie beelden die ook wel aangeven dat inderdaad het Frans hier ook leeft. Is dat misschien ook een van de redenen, een verklaring voor het feit dat bijvoorbeeld het wielrennen veel populairder is in Brabant en Limburg dan bijvoorbeeld in Noord-Nederland? Ik denk het wel. Het wielrennen, dat met ook de heuvels hier natuurlijk, maar het is ook een volkssport. Hè? Wielrenners zijn sympathieke mensen, maar de fans van het wielrennen zijn ook sympathieke mensen. Ja. Een hele andere sfeer dan bijvoorbeeld bij voetballen. En daar hoort ook een glas wijn of een glas bier bij. Kameraadschap, denk ik, is ook belangrijk bij dat. Als je zo'n groot wielerevenement hebt en een etappe van de Tour de France. Ja, dat is een geweldig feest. Ik kan me nog herinneren, 1969 was de eerste toeretappe in Maastricht. Nou, dat was een ongelofelijke verbroedering. Ook met de Fransen uiteraard. Op het Vrijthof stond een enorm podium. Johnny Hallyday heeft daar opgetreden. Allemaal grote Franse artiesten. Ik weet nog dat we met vrienden tot 6 uur 's morgens in de Vogelshuis gezeten hebben. Ja, klopt. Kijk, dat die toeretappe. Julia Stevens heeft gewonnen, maar hij is bekend geworden om die late nacht. Dat was in die tijd ook van Ger Harings en Adi Beugels hier, hè, de Limburgse wielrenners. Het was natuurlijk nog een heel andere manier van wielrennen dan nu. Maar in principe is dat hetzelfde gebleven. De heroïek eigenlijk, hè, van. En de sfeer. Natuurlijk hebben we ook een hele tijd een premier gehad, Dries van Acht, die ook naar de finish ging in Parijs. Ja. Een grote promotor geweest is voor het wielrennen. Ja. Dus dat leeft, dat is sympathie, dat is warm. Dat hoort bij de zomer, bij de vakantie. En het feit dat Limburg dan wat langer bij Frankrijk heeft gehoord dan de rest van Nederland, speelt dat ook nog een rol? Dat speelt ook een rol, ja. Kijk, Maastricht heet niet voor niks Petit Paris. En toen in de 60er jaren, toen was iedere zomer een groot feest in Maastricht op het Amersplein. Dat heette Petit Paris, met de Moulin Rouge en noem maar op. Dus in die eerste etappe toen in 1969, dat viel samen met Petit Paris. Dat was heel Frans. En Maastricht is eigenlijk de enige francofone stad in Nederland, hè, waar men nog redelijk goed Frans spreekt. En waar in feite nog 100 jaar geleden of 80 jaar geleden iedereen Frans sprak.
En de Maastrichtenaren voelen zich ook een beetje trots, hè, Frankrijk. Mm-hmm. Voelen zich eerder een Fransman dan een Hollander, denk ik. Hè? Ja. Herken je dan al? Ja, ik zit helemaal mee te luisteren. Ja. Nee, heel herkenbaar. Ja, ik kom na 26 jaar Randstad, kom ik ook weer terug naar Maastricht. Ja. Omdat ik eigenlijk vanwege alles wat meneer Oostwegel net zei. Mm-hmm. En dat is ook een beetje, Maastrichtenaren worden ook wel eens door de rest van Limburg weggezet als Zengen, die... een beetje arrogant zijn misschien hier en daar. Maar ze zijn vooral heel trots op hun stad. Ja. En dat zijn Parijzenaren natuurlijk ook. Hè. Er is maar één stad in Frankrijk en dat is Parijs. Ja. Maar ik heb altijd ervaren als Fransen hier op bezoek kwamen, of dat nou politici waren of kunstenaars, die vonden Maastricht geweldig. Want ze proeven die Bourgondische sfeer. En toch is het ook Nederlands. Mooi georganiseerd, prachtige monumenten. Ik weet nog, mijn eerste ambassadeur, dus bijna 20 jaar geleden, mevrouw Gazot-Secret, die kwam voor het eerst naar Maastricht. En die zei, had ik hier maar mijn ambassade in plaats van Den Haag. Goed om te weten. Ja. We gaan naar een mooi verhaal, ook uit Maastricht. Hebben we gehoord, Manon, van jou, van Maarten Koolsloot. Die had een verhaal over Maar ik hoor net dat meneer Oostwegel tot 6 uur in de Vogelstruis heeft. Nee, maar je komt niet onder dit verhaal uit. We gaan eerst praten met de man. We gaan eerst even kijken over wie het gaat. Okay. Rasmussen, want morgen gaan we naar Tienje. En Rasmussen, weten we, in 2007 reed hij zo hard in Tienje naar boven dat hij de basis legde voor wat iedereen dacht, het wordt zijn toerzege. Vlak daarna werd hij uit de Tour gehaald. Maar nu wil hij nog wel even vooruitkijken naar die etappe naar Tienje van morgen. In de Tour van 2007 startte de etappe hier in Le Grand Bornand. We gingen toen ook naar Tienje, waar we morgen aankomen. Een in vele opzichten historische etappe. Michael Rasmussen won en pakte de gele trui die hij vlak voor Parijs verloor omdat hij de Tour moest verlaten. Michael Rasmussen herinnert zich die klim naar Tienje nog bijzonder goed. It is a long trek up through the valley and there's usually a pretty strong headwind until the last few kilometers where the road narrows down. It's not exactly the same run-in as it was back in 2007. It's a bit steeper this time here and the wind has a little less effect on the rider. So it should be an interesting battle. So every stage you win in the Tour de France is incredible. Ivan Mayo and Valverde, he was third on that occasion, and he's still in it now, 14 years later. That guy, he's a superhero. De renner van toen werkt tegenwoordig in de Tour voor een Deense krant. Hij heeft een vermoeden wie er morgen in de etappe naar Tienje sterk zullen zijn. I think that it's going to be a battle between the big favorites for the overall victory. So obviously it will be Roglic, it will be Pogacar for all. I think he would be the man to beat on that climb. He looks really, really good. Ja, de coronakilos die zijn er niet aangekomen bij Rasmussen. Maar we hoorden dus in deze uitzending van Maarten Koolsloot dat Rasmussen vlak nadat hij uit de Tour was gezet bij een afscheid was van Michael Bogert in Valkenburg. En toen ging hij naar een kroeg in Maastricht met een journaliste. En ineens gooide hij een glas in het gezicht van een van de mensen die daar waren. Hoe zat dat nu, Manon? Ja, ik was die journaliste inderdaad. Hoe zat dat? Vooropgesteld, iedereen had wel wat biertjes op. Uh-huh. Ik ook. Michael Rasmussen, Mark de Maar, Juan Antonio Fletcher. En we waren dus op het feestje van Michael Bogert, het afscheidsfeest. En daar was hij als gast, tot ieders verbazing. Hij wilde de stad in. Ik zei, ik weet nog wel een kroeg die open is op zondagnacht. Want voor de rest is alles gesloten. Maar in de allerbeneur, want daar hebben we het dan over, inmiddels gesloten. Ja, ik ben er nog nooit geweest dat er niet gevochten is. In alle eerlijkheid, dat is altijd ruzie. Maar ik denk, zondagavond zal het niet vallen. Dat viel dus niet mee. En hij zag er behoorlijk... skinhead-achtig uit. En daar werd een opmerking over gemaakt, waarschijnlijk door een van die gasten die er stonden. Ik stond net bij de bar te bestellen en ik draai me om. En ineens zie ik Rasmussen belaagd worden door allemaal van die grote gasten. Fletcher springt ertussen met gevaar voor eigen leven. De uitsmijter komt aan. En ik sta verbouwereerd te kijken en ze worden eruit gegooid. Ja, ik heb die biertjes weer teruggezet. Mijn jas gepakt, ben er achteraan gelopen. Maar ik was ze dus kwijt, want ik kon ze nergens meer zien. Toen heb ik Rasmussen nog gebeld op zijn mobiele telefoon. Van waar ben je? Want ik zag de krantenkoppen al voor me. Rasmussen doodgevonden ergens aan de kant van de weg. Wie heeft hem het laatste gezien?
bellen. En toen was hij dus aan het rennen. Omdat ze gewoon helemaal achtervolgingswaanzin hadden. Nou zegt Mark de Maar dat hij ook daadwerkelijk achtervolgd werd. Maar daar wil ik vanaf zijn, dat weet ik niet. Okay. Het was een bijzondere nacht. In ieder geval. Maar het speciale interview heb je wel nog gekregen met hem? Jazeker, ja, want daar was het allemaal om te doen natuurlijk. Ja, dat was puur professioneel dat ik daar stond. Dat begrijp je wel. Nee, dat begrijp ik. Natuurlijk. Ja. Dadelijk gaan we het hebben over jouw project Voetbaldroom. Hè, over de illusie. Of tenminste, soms geen illusie, van de kinderen die echt naar de top van de sport willen. Maar eerst even naar de gemeente Sittard-Geleen, want daar zitten we natuurlijk hier in Born. Een gemeente die ook helemaal ingebed is in de regio, die contact heeft met Duitsland en België. En daar met name ook met de Brightland Campus natuurlijk zich heel duidelijk in profileert. Het is dus ook de gemeente van de grenspalen. En laat daar nu net vandaag langs gefietst zijn, langs de grenspalenroute. Envie qu'elle ressuscite, de ta colère qu'elle se dissipe, de mon espoir qui se décide. Sittard-Geleen ingesloten tussen de Duitse en de Belgische grens. Veel grenspalen dus in dit gebied. Uitermate geschikt voor de grenspalen klassieker. Georganiseerd door Bram Tankink en Jos van Emden. Maar Bram, wij stonden hier al een poosje. Wij dachten, jij komt als eerste hier langs grenspaal 111. Maar dat was dus niet dat zo. Dat dacht ik ook. En dan kwam bij grenspaal 107, zag ik de allereerste man in koers, die even wegfiets. Ik denk, daar moet ik snel naartoe. Dus ik heb een foto gemaakt en ik sput weg en ik sput achter hem aan. En op het moment dat ik hem bijhoud, voel ik hem in mijn zakken. En ik shit, telefoon kwijt. En gelukkig heeft hij hem terug, want hij moet namelijk alle 25 grenspalen op de route fotograferen. Maar ik moet wel eerlijk even zeggen, die eerste groep is hier gewoon voorbij gereden zonder foto. Oh, die zijn uit koers. Uit koers ook. Uit koers. Maar dat is natuurlijk het spel. Ja, je moet ze wel allemaal op de foto hebben. Dus ik kan al best wel zeggen dat ik het win. Bram en ik genoten altijd op de training van wie het eerst de paal zag, zeg maar. En de verhalen rond de paal. En wat is het verhaal dan bij deze paal? Heb je daar een verhaal bij? Het is 1-1-1, de 11e van de 11e. Het is een race, maar je moet nog ver. Dus af en toe rustig aan, geniet ervan. Geniet ook van de omgeving. Dat is volgens mij ook een doel. Het spelelement om de palen allemaal aan te tikken en te fotograferen. Vannacht zal de eerste deelnemer finishen in Katzand. Checkpoint. En dan gaan de mannen en ze moeten nog ver, helemaal naar Zeeland. Dit is het mooie kasteel Born, 12e eeuw dus, waar u nu op kijkt. Ooit verwoest door een brand, maar dit staat er nog. U ziet het als u naar het kasteelpark in Born komt. We gaan naar de prijsvraag. En maintenant, où est le coureur? Dit was de opgave van gisteren en hier stond de fiets. Kunstbeeld Eduard van Grind in Greensveen. Inderdaad, in Greensveen. En dan krijgen we de antwoorden uit alle streken. Gisteren uit Den Helder, maar vandaag gewoon uit Voerendaal. Monique Kobbe heeft dit shirtje gewonnen. Ik laat hem hier even zien. Het L1 shirtje kun je mooi rondje mee fietsen. En je doet mee straks voor de fiets als je bijvoorbeeld ook deze nieuwe opgave weer weet. Hier ziet u hem. Hele speciale plek. Je kunt er met name bijvoorbeeld ook heel goed lopen. Als u het antwoord zou weten, Facebook van L1 kunt u het kwijt of online bij L1.nl. En dan kunt u onder andere kans maken op de fiets die we aan het einde van deze serie uitzendingen verloten. Dat zal gebeuren op 18 juli. En dan gaan we het hebben over Voetbaldroom. Want dat is natuurlijk ook iets wat heel actueel is in deze EK-periode. En Manon Koolstra maakte furoren dit jaar. En niet alleen met je wielerboeken, maar met name ook wel met die documentaire. We gaan even kijken naar een stukje uit die film. Die documentaire reeks over jonge voetballers. Maar als je 23 jongens hebt in elk team, dan gaan er misschien 2 die het uiteindelijk profvoetbal halen. En dan misschien 1 die zegt van oké, ik hoef daarna nooit meer te werken of nooit meer iets te doen. Zeker in de beginjaren hoorde ik bij dat selecte groepje. Hoe slecht of hoe goed je ook kan voetballen, die droom dat je in een stadion kan spelen, is er altijd. Dat zijn misschien wel de belangrijkste factor naast papa en mama in hun leven. Want zij geloven in die droom. En zij gaan daar 100% voor. Ga maar, snijden! Hoe ziet dat ideale plaatje eruit? Ik hoop
dat ik naar een proefclub ga. Ja, je kan er niet meer uithalen dan dit, denk ik. Even net dat andere kinderen nu uitslapen, gaat hij trainen. Onze scouts hebben een speler gezien die we graag willen uitnodigen voor een stage. Iedereen dacht die ging het halen. En op een gegeven moment knalde iedereen er voorbij. Hoe is het met je kijk? Stiekem was mijn allergrootste droom om in Nederland zelf te voetballen. En dat was echt het ultieme. Hij heeft vanaf jongs af aan daar helemaal voor geleefd. Ja, dan hoop je toch dat je kind slaagt in wat hij wil. Hallo, met Pjotr, Sparta Rotterdam. Ik bel met slecht nieuws. Wij hebben besloten om afscheid te nemen na dit seizoen. Ja, prachtige serie met mooie inzichten. Complimenten, Manon ten eerste. Ik wil even zeggen dat ik hem niet alleen heb gemaakt. Hè? Het was een idee van Niels Tesselaar. En de makers zijn Frederik Mansel en Laurens Samson. En ik heb de research gedaan. Okay. Dat wil ik toch even gezegd hebben. Prima. Ja. Maar de credits ook naar jou. Wat heb je er voor les van geleerd? Nou, ik merk dat ik eigenlijk, en dat merk je nu bij het EK ook, ik kan niet meer normaal naar een voetbalwedstrijd kijken. Want ik zie gewoon 22 dromen. Op dat veld lopen. Om nog maar niet te spreken van de dromen op de reservebank en op de tribune en voor de tv. Dromen die zijn uitgekomen, maar ook vooral niet zijn uitgekomen. Want dat is toch het grootste percentage. En ze hebben er uiteindelijk allemaal evenveel voor gedaan. En wat we hebben geleerd in deze documentaire serie, is dat het vaak helemaal niet over talent gaat. Natuurlijk, je moet talent hebben. Dat is heel belangrijk, want anders dan word je niet geselecteerd. En dan je moet kunnen voetballen. Maar dat kunnen die jongens in principe allemaal. Het hangt heel erg af van toeval vaak, de juiste trainer treffen die het in je ziet zitten, de juiste begeleider, de juiste zaakwaarnemer, de juiste ouders, de juiste omgeving, de juiste, ja, allemaal factoren waar je als kind of als talentvolle speler helemaal geen invloed op hebt, maar die wel van invloed zijn op jouw carrière en het verloop daarvan. En of je überhaupt prof wordt en of je dan prof wordt bij Barcelona of bij PEC Zwolle. Ja. En wat kunnen we in dit wielrennen leren van jouw serie? Nou ja, als je het iets breder trekt, dan geldt het inderdaad ook voor sporten als turnen. Hè? Waar natuurlijk ook een hoop om te doen is geweest over misstanden en misbruik. Als je 23 jongens hebt in elk team, ja, dan het zijn kinderen. Kinderen of jongvolwassenen waar je mee te maken hebt in elke sport. En wielrennen net zo. Heel beïnvloedbaar. Ze worden begeleid door volwassenen en die volwassenen behandelen ze eigenlijk al alsof ze zelf ook volwassen zijn. Alsof ze te maken hebben met profs. Maar dat zijn ze nog lang niet. Ze hebben niet, die hersenen zijn nog niet ontwikkeld op die manier. Ze hebben nog heel veel hulp nodig en ze worden alleen maar gecoacht op het sportieve. En niet op het, ja, op het hele mens zijn, het totaal mens, zoals Louis van Gaal dat ook wel vaak aanhaalt. Dat is zo belangrijk dat je dat ook ontwikkelt als trainer. Want ja, maar 2% haalt het, de top of het profschap. Ja, dan moet je toch nog iets over hebben als mens, ja, als ontwikkeling, om nog een beetje een leuk leven te kunnen leiden. En niet in een zwart gat te vallen als je 18 bent of 19 of 20. Gert, jouw zoon die fietst ook, maar je kent natuurlijk ook heel goed de wieleropleidingen van de ploegen van dit moment. Herken je het verhaal? Ja, het is natuurlijk heel erg belangrijk. Fietsen, dat begint al met wedstrijden van kinderen die zijn nog maar 8 jaar. Nou ja, ik denk de eerste van 8 tot en met 14. Je moet je alleen maar zorgen dat die kinderen heel veel lol hebben en plezier aan hetgeen wat ze aan het doen zijn. En als die dan 15, 16 jaar worden, ja, dan kun je wel, als er talent is, dat op een manier begeleiden zodat ze daarmee verder komen. En dat bij die verenigingen, wat me wel soms zeer doet, want ja, die van mij die fietst. Nou kan ik ook voor mijn ziel ook een fiets regelen bij de club voor kleding en zo. Maar ik zie ook heel veel ouders die gewoon met een modaal inkomen. Dan heb je daar talenten en die kunnen bij de vereniging helemaal niet terecht. Want die kinderen kunnen helemaal niet fietsen. Want die ouders kunnen niet fatsoenlijk een wielrenfiets kopen. En ik denk dat daar wel een taak is. Jumbo-Visma die doet heel veel aan breedtesport. Die laat dan kinderen fietsen. Maar ik denk bij al die verenigingen, eigenlijk moet je de sponsor, Cervelo, ja, die mannen die fietsen op een fantastische fiets, dat je bij verenigingen fietsen hebt en dat je kinderen faciliteert met talent. Met de fiets. Waarvan de ouders het niet kunnen betalen. Dat is natuurlijk wel aan de hand, hè? Ja. Want we hebben nou een hele goede generatie fietsers.
Maar is dat over 10 jaar nog zo? Ja. Dat probleem komt nu inderdaad om. En dat is natuurlijk wel een heel groot verschil tussen wielrennen en voetbal. Hè. In voetbal heb je die jeugdopleidingen vanuit de club. Waarin er al, zo'n Ajax, dat is gewoon dat is een fabriek bijna, een talentenfabriek. En dat had je vroeger met de Rabobank opleidingsploeg, had je dat ook. Die bestaat niet meer en Jumbo-Visma is nu bezig met het wat meer weer te willen organiseren. En dat heb je denk ik wel nodig in het wielrennen, want anders heb je over, nou misschien niet eens 10 jaar, maar over 5 jaar... je hebt echt een gebrek aan talenten. We gaan het registreren, want in die zin wordt er in Limburg wel hard gewerkt. Tenminste, de plannen zijn er, bijvoorbeeld het Tom Dumoulin Bikepark met de Bergklimmers, om dat toch weer van de grond te krijgen. De hobbels zijn er, maar ja, misschien krijgen we ooit nog wel eens een goede renner of een goede dame. Zoals de vrouwen van SD Works, die vandaag heersten in de Giro Rossa. Want hier is Anne van der Breggen. En die gaat er vandoor. Die had gisteren de ploegentijdrit niet gewonnen. Verloren van Ellen van Dijk. En dacht, ja, hallo Ellen van Dijk. Ik ga die hier eens even laten zien wat ik ervan kan. En ze wint. En ze wint dik. Want meer dan een minuut voorsprong heeft ze op nummer 2 en 3. En ook die zijn van SD Works. Want Molman is tweede en Demi Vollering komt uiteindelijk als derde over de finish. Dus SD Works geeft hier dikke klappen in de Giro Rossa. En deze Anne van der Breggen kunnen we al bijna opschrijven voor de roze trui aan het einde van deze serie in Italië. Interessant, ga ik nog even vragen als het gaat over de ploeg. Want SD Works natuurlijk Nederlandse, nu Belgische ploeg, Belgische sponsor. Zoetemelk en Janssen, net als u trouwens, ook een mooie Franse onderscheiding gekregen, toch? Hè? Ja, Legion d'honneur. Ja, heel erg mooi. Die kwamen in die ploegen. Daar is dat toch qua verhouding, omdat het net ging over Jumbo-Visma, wat anders dan in Nederlandse ploegen. Hoor je ook vaak van die renners. Ja. Waar zitten die verschillen? Ja, in Frankrijk is le chef, dus degene die de baas is, die is de baas. Dat stamt natuurlijk uit de tijd van de Franse koning, hè, le roi soleil. Mm-hmm. Maar die cultuur bestaat nog steeds ook in het bedrijfsleven. Wij polderen voortdurend, hè, in Nederland. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook heel goed. Maar in Frankrijk is het duidelijk, als de basis is de baas en daar luistert iedereen naar en daar kijkt iedereen naar. En ik denk dat het in een Franse ploeg ook zo is. De ploegleider, ik denk dat dat een andere ploegleider is dan waarschijnlijk in een Nederlands team. Ja, maar ook goed om rekening mee te houden op het moment dat je te maken hebt met de Fransen bijvoorbeeld. Jazeker. Ja, ieder land heeft zijn eigen cultuur. En de Franse cultuur is natuurlijk heel anders dan de Nederlandse cultuur. Maar wat dat voor wielrennen betekent, dat weet ik niet precies. We hebben nu een Limburgse ploeg, zou je kunnen zeggen, DSM. Mm-hmm. En we hebben de Dolmansploeg, ja, dat is voor de dames, ja, geloof ik. Het zou mooi zijn als DSM natuurlijk ook furoren zou maken een keer. Nou, vandaag was er dichtbij, met 2 man op kop, dus toch goed gereden. We gaan kijken naar de rit van morgen, want daar gaan we dus naar Tienje. Daar gaan we weer klimmen vanuit Kluze. En dan weten we dat het echt heel erg moeilijk wordt. En dan vragen we ons af, hoe gaat het met Wout Poels en kan die dat overeind houden? We gaan er morgenavond over praten. Dat doen we met de man die Joop Zoetemelk in 1980 naar de overwinning hielp in die Tour de France. Johan van der Velde, zijn meesterknecht, gelukkig weer helemaal gezond, is morgen bij ons aan tafel. Samen met Aard Vierhouten, die nog altijd een beetje in euforie is van die 3 etappenzegens in de Giro d'Italia met zijn Zuid-Afrikaanse ploeg. Hij zit hier morgen ook aan tafel. En wat krijgen we dan voor rit, Gert? Ja, je hebt net gezien, berg van de tweede categorie al vlak uit de stad. En dan eentje van de eerste, eentje van de hoorcategorie. Ja, dan moet Poels natuurlijk gewoon meezitten in hun ontsnapping. En die laten ze zeker gaan, hoor, morgen. En ik heb vandaag ook gezien, jongen, bijna 100 man op een half uur. Met gasten als van verder erbij, allemaal mannen die morgen een vrijgeleide krijgen, dus. Ja, en ik heb Jonette en de mensen die hier allemaal zitten horen beloven dat jij morgen met bolle schoenen hier aan tafel komt. In eer van Wout Poels. Ja. En heb je die? Ja, die heb ik. En ik spreek gelijk met Wout Poels af. Ik wil ze wel aantrekken. Maar Woutje, volhouden tot aan Parijs. Geen gezeik, hè? Oké, is afgesproken voor morgenavond bolle schoenen. Ja. Als in ieder geval Wout Poels die bolle trui houdt. Ik ga jullie hartelijk bedanken. Camille Oosveld, hartstikke bedankt. Manon Koolson, Gert natuurlijk. En morgen zijn we er dus weer. Dan zitten we in Heerlen in de Maandkwartier. Bent u van harte welkom dus om die matadoren te zien. Johan van der Velde is er dan samen met Aard Vierhouten. Vanaf 6:30 zijn we nog tot 6:45. Gezellig aanschuiven. Hopelijk buiten, lekker in het zonnetje. Ik wens u een hele fijne avond. Adem. Zoet op het haar in het zuiden.
Merci. Bonne nuit et à demain. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door New Energy Systems en De Maassen.